Welkom bij Faas. Ik ben Remo van der Heijden, directeur bij de fabriek van Faas, waar we in hoofdzaak golfkarton en houten verpakking produceren. Faas bestaat nu ruim 36 jaar en produceert een uiteenlopende groep van verpakkingen voor de high-tech branche, de medische markt of metaalbedrijven en natuurlijk ook nog diverse andere markten. Op deze productielocatie produceren we dus houten en kartonnen verpakkingen. Hierbij maken we gebruik van diverse machines, zoals een zoensnijmachine. We produceren qua golfkarton normale dozen, interieurs, maar ook heel veel maatwerkzaken. Voor het hout produceren we pallets, vlonders voor de machine-industrie, houten kisten voor de high-tech en kratten. Klanten doen bij ons een aanvraag. Deze aanvraag bespreken we intern en zullen hier dan voor de klant een offerte van maken. Als deze door de klant wordt goed bevonden, gaan we het verder uitwerken, een design maken of gewoon als werkvoorbereiding. Als dit allemaal gereed is, gaat het naar de productie. Als het dan daar vanuit daar geproduceerd wordt, of het nou hout of karton is, wordt het allemaal compleet gemaakt en verzend klaar. Het verzenden, dat gaat via onze eigen transportmogelijkheden. Dus dan zijn we flexibeler richting onze klanten. In 2018 hebben we onze eerste zoenmachine gekocht. Deze heeft ons erg veel gebracht. Is het niet in flexibiliteit en kwaliteit, is het ook wel de kennis die je in de machine zet. Vandaar door de toenemende werkdruk, hebben we in 2022 besloten om eenzelfde zoen te kopen, maar dan met een BAS 150 systeem. Dit BAS staat voor Board Handling System, dus dat je volledig automatisch op- en aflegt van de plaat. Door het toenemende werk hebben we in 2023 wederom een zoen met een BAS 150 systeem aangeschaft. Dit heeft ervoor gezorgd dat we ons conventionele machinepark konden uitfaseren. Door aanschaf van deze machines kunnen we veel efficiënter draaien. Tevens kunnen deze machines 24/7 standalone functioneren. Door gebruik te maken van deze zoenmachines kunnen we veel beter inspelen op de vraag van de klant. Of het nu kleine of grote orders zijn, we kunnen makkelijk schakelen tussen programma's. De samenwerking met Zoent is goed. We hebben natuurlijk wel een voordeel dat ze erg dichtbij zitten. Maar de goede afspraken en een goed servicecontract is het draaien van de machines gewaarborgd. Ons doel is om een duurzame toekomst te creëren op het gebied van verpakkingen. Daarbij willen we voorloper zijn op het gebied van het terugbrengen van de CO2-footprint. Een nieuw pand, zonnepanelen en deze machines helpen hierbij enorm.